Het jaar 2022 is een heel uitdagend jaar geweest voor de samenleving. En zo ook heeft de FINABank wat uitdagingen meegemaakt in het haast afgelopen jaar. Om de uitdagingen het hoofd te bieden is volgens directeur Eblain Franchi de strategie tijdig aangepast. En op basis van die indicatoren verwachten we al dat het een vrij uitdagend jaar zou worden. En hebben we onze strategie tijdig aangepast. Op basis van dus die aangepaste strategie die wij hebben aangenomen, maar ook uitgevoerd, is het een vrij goed jaar voor FINABank zelf geworden. Dus ja, de omgeving best uitdagend. Voor FINABank is het uiteindelijk een goed jaar geworden. Maar het heeft wel heel veel energie gekost om alle zeilen, om met alle zeilen bij te sturen, om door die woeste storm te gaan. At the end of the day zijn we best tevreden met de resultaten. En uiteraard als we de jaarcijfers opmaken en er geen nabalans issues tevoorschijn komen uit de omgeving, zullen we wel een heel goed resultaat hebben voor 2023 ziet er ook nog steeds uitdagend uit, zegt Franchi. De storm van de afgelopen 2 jaar is er nog niet gaan liggen. We verwachten ook niet dat de storm zal liggen. Er zijn een paar uitdagingen in de externe omgeving, zoals de BTW-wet die moet worden ingevoerd, de overige IMF-maatregelen, financieel vlak, maar ook op NRA-vlak moeten worden geïmplementeerd. We kijken er reikhalzend naar uit dat die daadwerkelijk nu worden geïmplementeerd door de regering. Verder zien we in de externe omgeving dat er een uitdaging is op het personele vlak. Wij noemen het intern de war on talent. Internationaal is het zo dat er gebrek is aan talent. In Suriname is vanwege de economische situatie en de kleinschaligheid het gebrek aan talent nog groter. Dus hoe gaan we daarmee om als bank? Dat zijn twee grote issues die wij of twee grote risico's die wij identificeren in de externe omgeving. Als bank kan je niet zeggen er zijn risico's, dus ik doe er niets mee. Dus we need to manage it. In het komend jaar wil de bank efficiënter worden, hun personeel behouden en verder upgraden. Verder is in de planning het portfolio en de revenues diversificeren naar de regio.